Daan, tezamen, dankjewel dat je zo snel wilde komen. Ja, vertel even, hoe hebben jullie het beleefd vanmiddag? Ja, eerste kwartier was denk ik vrij aardig. Daar scoorden we ook in. Vrij, ja, 47 seconden hadden we nog om te scoren. Daarna kregen we nog een gigakans op de 2-0. Die ging helaas niet in. En nee, eigenlijk, tegen de lat, hè? Tegen de lat, ja. En daarna duurde het wat te lang. Ja, daarna gaven we het eigenlijk een beetje weg. En toen, dat is wel onmerkelijk weggeven, vond je? Ja, je merkte gewoon dat het vertrouwen minder werd in elkaar en in hun eigen kwaliteit. En ja, toen kwamen we er helemaal niet meer aan te passen, de eerste helft. Nee. En ja, de eerste goal is knullig. Ja. Maar ja, tweede goal weer een corner. Lijkt wel alsof het elke week weer terugkomt. Ja. Maar ik vond wel de tweede helft weer goed begonnen. We pakken het aardig op. Ik vond een deel van de tweede helft best aardig voetballen. Ja, vond ik ook. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Alleen ja, op een gegeven moment krijgen de goals weer te makkelijk te winnen. Ja, dit is weggeven. Ja, het waren cadeautjes. Ja, nou ja, 0 uit 6. Het is niet anders. Nee. Maar er zit toch wel voetbal in af en toe. Ja, dat zeg ik ook elke week. Ja. En, ik hoop dat ze dat zelf ook gaan inzien. Want ik denk als Verdedigend is het niet sterk, hoor. Nee, dat moet beter. Ja. We krijgen te veel goals tegen en ja, daar moeten we hard aan werken. Hard werken. En de tweede helft van de competitie wordt fantastisch. Spreken we dat af? Ja, dat komt helemaal. Oké, dankjewel. Dankjewel. En goed weekend. Ja, ja. Veel plezier. Bedankt, hè. Ja. Meneer, mogen we even een grapje uithalen? Dat u doet of u mij interviewt? Huh? Dat u doet of u mij interviewt over de wedstrijd. Neemt zij een foto. Even voor de grap voor de jongens. Goed. Nou. Nee, je gaat het niet echt doen, hè?